Hoi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Tom Drijver, ik ben bridge-docent en ik speel op FunBridge tegen mijn broer, mijn kleine grote broer, Bas. Bas is professioneel bridger. En nou, we staan lekker. We staan gelijk. Dus dat is voor mij absoluut al winst. En dit keer ga ik het gewoon in het Nederlands opnemen. En gaan we gewoon kijken. Ik ga vijf spelletjes spelen en gaan eens kijken omdat we leerzame dingen kunnen oppakken. Mogelijk dat er dingen zijn die even niet duidelijk zijn. Dan kunnen we altijd kijken hoe Bas het gespeeld heeft. Er wordt een klaver geopend. Eerste spelletje. Nou, ik heb hier kort, ben hier kort in klaver. Ik kan alle kleuren hebben, dus ik bied dublet. Informatief. Kijk, partner maakt meteen drie sans toe van. Dan zijn we klaar met bieden. Ja, de klaverdekking, dat zit wel goed. Ja. Even kijken hoor. Ik heb drie hartenslagen. En één schoppenslag. Dat is vier. En voor de rest moeten we wat ontwikkelen. Dus ja, de tegenpartij is begonnen met ontwikkelen voor ons. Klaver as. Dit is minder lekker natuurlijk. Ja, waar kun je nog slagen in verdienen? Ja, ook in ruiten. Maar de punten zitten natuurlijk in oost. Dus als ik ruiten ga spelen, zou ik altijd ruiten spelen vanuit noord. Laten we even kijken wat oost nu heeft. Oost heeft klaver aan, slaven koning en schoppen koning waarschijnlijk. Ja, dus heeft ook ruiten aas. Als ik nu een klaver speel voor de boer. Even nadenken. We hebben nu één slag. 0-3 hartes. Dat is 4. Schop is 5. En het rest is 9 te weinig. Dus ja, dan moeten die schoppen toch overleven. Even kijken hoor. Dus kunnen we dat nou het beste spelen? Nou, ik denk sowieso eerst maar eens even een kleine harten. Ja, de vrouw. Ik wil die ruiten namelijk vanuit noord spelen. Dat is belangrijk. Ik ga gewoon hopen dat oost aas dubbel van ruiten heeft natuurlijk. Yeah. Ja, dat was helaas niet zo. Haasboer klein, dus ja. Dat is wel vervelend. Pakken we. Ja, dan kunnen we ruiten spelen voor het aas. Dus veel schoppen, schoppen. Ja, we kunnen weinig, hè? Oh, dat is nooit een klein. We gaan spelen toch maar een ruitje. Schoppen. Dat toch zo, oké. Okay. Ja, weet je.
Het is zoals het is. Die schoppen kunnen verder ook niet zakken of zo. Ja, ik weet nog maar. Deze kijken of ik nu ook nog kan claimen. Pakken. Misschien nu. En dan gaan we snel volgende spel spelen. Ja, 3 sans doen min 2. Ja, precies hetzelfde gebeurt. Ja, we hebben echt ons best gedaan. Goed alle opties afgewogen om te kijken waar mogelijke slagen zijn. Maar het zat er gewoon niet in. Volgende. Kopen een harte. 5-4 verdeling met 17. Nou, hier bied ik gewoon 2 klaver. Want dit kan inderdaad gewoon met deze hand. Ik zie nog geen 3 klaver te bieden. 4 harten. 4 harten is wel geen slim inviterende hand. Even denken hoor. 17. Ja, we hebben wel heel veel, vind ik. Maar ja, partner heeft geen slim invite. Ze dus heeft verder niks bijzonders. We hebben maar singleton schoppen. Ik ga gewoon eens kiezen om te passen. Oké, nou, we missen 2 azen. Dat is verder ook niet zo heel spannend, dit. We missen schoppen aas nog. En daar kan ik op zich ook wel voor claimen, denk ik. Je ziet, ik kan alle hearts oprapen. Klaven zijn hoog, ruiten zijn hoog. Ja, als er echt niks aan te spelen is, dan claim ik gewoon snel. Maar ik heb wel... Claimde ik nou wel goed? Ik weet het niet. Oké, de claim ging goed. Ja, wel 13 imps erbij. Dat, Basti ging naar 6. Kijk hoe die bieding ging. Speel een ander systeem. Dus Basti speelt daar een ander systeem in. Dit keer niks opgeleverd. Ja. Lekker, plus 13. Nou, ik ga eens kijken of we dat kunnen verdedigen tegen Basti. Even kijken, ik open hier 1 harte. Ja. Een hele mooie hand. Kijken wat hier nog conventioneel bij is. Ja, er zijn niet echt veel opties. Tot wel verder te zitten. Er is geen conventioneel bod beschikbaar, dus ik bied maar gewoon 4 harten. Oké. Nou, het ziet er lekker uit, toch? Koning 10. Nou, als het klavervrouw of klaverboer heeft. Ja, ik ga hier ook verder helemaal geen risico lopen. Want ik ga dus gewoon klaver aanspakken. We gaan niks snijden. Ik pak gewoon harten. En nog een hoge harte. Ja, jammer dan. Die harten staan we nog af. Er zit nog 1 hartje in voor mij bij Oost. Aas. Ik steek over naar mijn hand met een ruitje. Ik kan het systeem. Ik speel hard een 9.
Moet het laatste troefje eruit halen. Ik wil te snel. Ik wil te snel volgens het systeem. Oké, dan is het nu spelen. Als de klaver goed zitten. Nou, eens kijken of we nu kunnen claimen voor de gemarkeerde snit. Ik weet niet of dat hij dit leuk vindt. Nee, de gemarkeerde snit is niet een manier om te claimen. Daar ben ik het ook eigenlijk wel mee eens. Nu mogen we denk ik wel claimen. Precies hetzelfde. 20 punten. Ik open... Oh, we gaan hem niet openen. Hey, 1 harte opening. Nice. Ik wou 2 sans natuurlijk openen. Ja, maar dat kan niet. Dus ik bied dublet. Ik ben heel te sterk om 1 schoppen te volgen. 2 klaven is gewoon natural. Dat kan vanaf 0 punten zijn. Nu bied ik hier denk ik 2 schoppen. Ja, wat gewoon een hele sterke hand aangeeft. Eerst dubleren en dan zelfstandig bieden. Maar ja, er zit niks in bij de partner. Nee, ja, het is ook niet veel. Het is ook niet veel. Oké, er is een harte geopend en meer weten we niet. Ik heb 20 zelf, er liggen 3 op tafel. Er zitten maar een paar punten links. Nou. Wordt harte 3 gestart. Nou, waarschijnlijk spelen ze ook eerste, derde, vijfde. Waarschijnlijk van 3 kaart harte. Dus zo probeer ik dat een beetje te redeneren. Oké, okay. Harte koning hier. Nou, zakkers. Kan misschien als een singleton zijn. Want waarom zou die anders klaver boer naspelen? Maar ja, wat op zich prima is. Oké. Okay. Ja, nu weten we wel iets meer. Klaver A zit links, dus rechts zit harte A, harte koning, 7. 8, 19, ja, de kans op harte schoolvrouw is wel heel groot. Dus daar gaan we ook gewoon spelen. Ik speel eerst één keer voor de zekerheid. Schop aas. Ruiter is uitgetroefd. En mijn schop is net. Ja, nu is de rest voor ons. Ja, toch 4 gemaakt nu dan. Ja, wat ik al zei, dat is waarschijnlijk een singleton in klaver. Oké. Okay. Nu in precies hetzelfde. 15 punten met een singleton. Dus open ik in klaver. Open. 2 harten, 4 kleur. Even kijken wat de opties zijn. Ja. 4 ruiten. Ah, nice. Dit is natural bit. Dit zou een
Slamming Vita met ruiten, dat gaan we afwijzen. En ik hoop dat we dat met vier sans kunnen afwijzen. Ja, inderdaad. Met vier sans wijzen we dit af. Ik heb geen interesse in meer. Maar je weet niet. Ja. Ja. Partner wil echt vijf ruiten spelen. Nou, weet je, ik vind het goed. Toch wel link deze. Dit is niet wat we wilden. Maar. Het heeft onze partner toch goed gedaan. Uiteindelijk maken we nu 1, 2, 3, 4. Ja, we maken eigenlijk. Nu maken we 12 slagen. Ja, missen klaver, haas, klaver, koning. Ja. Ja, we hebben alles gedaan wat we moesten doen qua bieden. Ja, meer hebben we echt niet. Dit gaan we niet helemaal afspelen om voor nog één extra slag eventueel. Min 2, ja, dat is 3 sans. Ja, eens kijken hoe die bieding ging. Ja, snap ik ook. 2 sans, 10 en 5. Ja, het is het, omdat hij hier telt een beetje aan de onderkant. Dus dan ben je meteen van die ellende af. Maar ik moet zeggen, het was wel heel dichtbij. Maar ja, wat hebben we gedaan? Gewonnen van Bas. Lekker. Altijd goed. Ik zeg, hier maken we even een screenshotje van. En dan stuur even naar hem toe. Hey, dankjewel voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer. Bij Tom Drijver speelt tegen Bas op Funbridge.